De jongerenjury van het Film by the Sea Festival is al dagenlang druk bezig met films bespreken. Zelfs tijdens de lunch gaat het over nog maar één ding. Donderdag moeten wij 's avonds al onze uitslag bekendmaken. En dan gaan we heel de dag al met elkaar discussiëren welke top 3 wij naar voren gaan dragen. De jonge Zeeuwen denken wel dat er wezenlijk verschil zit tussen de jongerenjury en de echte vakjury. Wij gaan meer van, nou, is het nou leuk of kan je nou meeleven met de acteurs? En ik denk dat er toch wel een andere beslissing uitkomt. Hoor. Dat bij ons een andere film wint dan bij hun. Dat denk ik. Ja, denk het ook. Ik hoop het eigenlijk wel, want dan hebben wij toch een functie gehad. Dat wij als jongeren toch iets anders vinden dan de vakjury. Sommige bezoekers van het festival kunnen geen genoeg krijgen van films kijken. Maar hoeveel films hebben ze tot nu toe al gezien? 6. Ja. Ongeveer 7, denk ik, tot nu toe. Ik denk inmiddels een stuk of 8. Een heleboel, 25. Ik probeer elke dag 1 of misschien 2 nog wel te zien. En ik denk dat het hoogtepunt dan wel de zondag is, want dat is de makkelijkste dag omdat ze dan allemaal nog draaien. Hè. We komen uit de Achterhoek. Wij, dat bedoel ik dus mijn kameraad. Dus we zien alle films met z'n tweeën. En daar zijn we ook speciaal voor hier, zeg maar. Het hoort gewoon bij me en of het nou in Breda is, Amsterdam, Antwerpen, altijd wel ergens filmen. Dagelijks interviewen we tijdens Film by the Sea een lid van de jury die de boekverfilmingen beoordeelt. Vandaag is dat Peter Buwalda, die de meningen van de andere juryleden heel verfrissend vindt. Nou, wat mij opvalt aan de juryberaden is dat films waarvan je zelf denkt van nou, het is dit knocks me off my feet, zeg maar. Dat vind ik fantastisch, dan wil je elkaar huilend in de armen vallen. Maar dan kan iemand waarvan je dat niet verwacht, daar heel anders over denken. En wat ik heel erg leerzaam vind is om dan te horen waarom dat zo is. En ik moet zeggen dat dat soms zelfs een beetje van invloed is op mijn eigen oordeel. Het is wel eens gezond om niet alleen maar met je eigen kop over iets na te denken.